Lieke Martens. De beste speler en de beste coach ter wereld staan hier voor mij. Hoe voelt dat? Ja, een beetje onwerkelijk. Besef is het niet echt, moet ik zeggen. En bij jou, Lieke? Ja, gewoon ongelooflijk. Zoiets moois, daar werk je gewoon heel hard voor. En ja, dat is gewoon mooi. Ook samen, dat we het allebei zijn geworden, is gewoon super. Ja, want waarom verdient Sarina het? Ja, gewoon, het is gewoon een topcoach. Ik denk als je ziet wat er gebeurt ook voor het EK. En, kijk, ze kent natuurlijk elke speler door en door. Maar als, ja, hoe ze het gewoon heeft voor elkaar heeft gekregen. Alles heeft geregeld voor het EK en ook tijdens het EK. Nou, dat ben je gewoon een topcoach. En voor jou dezelfde vraag. Waarom is Lieke de beste speelster ter wereld? Nou, allereerst heeft Lieke heel veel talent. Ze wil heel hard werken, iedere dag weer. En daarnaast heeft ze op het moment dat het moest, op het EK, voor eigen publiek, met zoveel druk, zo kunnen presteren, ja, dan verdien je wel die prijs. Ja, nu hebben jullie hier op groot scherm naar de awardshow zitten kijken. Had je er toch niet graag bij willen zijn? Ja, kijk, morgen is gewoon heel belangrijk. Het is de belangrijkste wedstrijd in onze kwalificatie, dus nee. Ik had er graag bij willen zijn als het op een andere dag had geweest. Maar het is heel leuk ingevuld. Ik ben heel erg blij. Dit hebben we met het team bereikt. En ik vond het heel erg mooi dat ik het ook zo met het team heb kunnen delen. Ja, want je kreeg de award uit de handen van Marco van Basten. Wat zei hij tegen jou? Ja, ik vond het gewoon heel erg leuk bedacht ook. Ik weet ook niet hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, dat ik gewoon ook niks in de gaten had. Maar ik liep het kleedlokaal binnen en dan zit het team daar en dan om de hoek stond Van Basten. En ja, gewoon een hero vanuit Nederland. En hij heeft gewoon mooie woorden voor mij gehad. En dat het gewoon een hele mooie prijs is. En gefeliciteerd natuurlijk.